Jan wachtte ons op een tropisch strand. Tenminste, het zag er een beetje uit als de Noordzee. Zo de Nederlandse kust, een beetje bruinig en bruinig water. Jullie hebben laarzen gekocht. Heel verstandig. Maar dat kost wel 100 euro uit de pot. Kan ik even vangen? Dank je. 100, hè? Geen 1000. Ik weet niet of jullie er al klaar voor zijn, maar nu volgt de test. Kandidaten, maak jullie klaar voor de test. Test. Ja, die is een beetje... Ik dacht dat we lekker gingen surfen. Test. En wij blijven gewoon een paar seconden lang Pieter Jan aankijken van... Ja, wat komt er nog meer? Niks. Nou, helemaal in de war. Maar echt, we zijn zo gewoon in een... Drie opdrachten dan test. Je raakt afgericht in Wie is de Mol. Ik ben een soort getraind hondje aan het worden. Ik weet gewoon, er is een opdracht, nog een opdracht, nog een opdracht, test, executie. Maar deze keer was het helemaal anders. Wie gaat er als eerste? Ga ik er als eerste? Het eerste wat ik dacht is, oh mijn god, ik moet alles nog uit mijn hoofd leren. Ik heb het helemaal niet voorbereid. Hoe moet dat nou? Gelukkig was Karin zo moedig om als eerste te gaan. Zodat de rest nog eventjes... zichzelf kon terugtrekken en in zijn molboekje kon gaan studeren. Tijd voor de test. Elke kandidaat beantwoordt 20 vragen over de mol. En degene met de meeste foute antwoorden moet onmiddellijk naar huis. En uiteraard blijft de mol altijd in het spel. Nou ja, ik zat op Jan en Patrick, dus Patrick blijft. Die heeft niet in mijn ogen echte molle dingen gedaan bij de twee opdrachten van vandaag. Maar hij heeft ook niet geëxceleerd, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ik daar dan maar Pepijn bij ga zetten. Omdat op één is ook een beetje gevaarlijk. Dus ik denk dat het dan Patrick en Pepijn worden. Het kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar dat denk ik eigenlijk niet. En als het wel zo is, nou ja, dan is het jammer. Maar dan heb ik geen idee wie de mol wel is. En dan heb ik zo weinig informatie opgeschreven over de andere mensen... dat ik überhaupt kansloos ben in een finale situatie. Ja, we zien het wel. Patrick is nog steeds degene die elke keer er weer voor zorgt... dat er geen geld in de pot komt. Een bepaalde opdracht is hij snel af, of dan durft hij het niet... of er is altijd wel iets... waardoor Patrick geen geld in de pot haalt. Art ook, want bij hem weet ik niet of dat is omdat hij een kandidaat speelt of omdat hij de mol is. Nou heb ik de test ook gemaakt op twee mensen. Namelijk Karin nog steeds. Ik bedoel, ik zou het echt... Ja, het lijkt, ja, het is heel dubbel, want het lijkt mij heel gek als hij het niet is. Maar het lijkt mij onderhand ook heel gek als Pepijn het niet is. Weinig gespreid, dus ik was er niet zo zeker van. Omdat ik gewoon heel erg vond dat een certain person heel erg heeft lopen mollen. En ik heb dus heel erg op één iemand ingezet, maar ik weet nu ook niet of dat überhaupt wel goed is. Ik heb bij de vorige test gespreid tussen Karin, Jan en Patrick. Logischerwijze zou het nu zo zijn, nu Jan weg is, dat het makkelijker zou worden. Dat ik nu Patrick en Karin overhoud. Maar ja, pijn... Die doet soms ook wel raar, vind ik. Dus ik ga Pepijn ook goed in de gaten houden. Dus die drie, daar wil ik eens in de buurt blijven de komende tijd. Jullie hebben net een test gemaakt. En één van jullie heeft daarbij een rood scherm verdiend. Of ik dat scherm ga laten zien, dat hebben jullie zelf in het nu volgende spel in de hand. Dus er stond heel veel op het spel. Als we deze opdracht goed zouden doen, dan hoeft er misschien wel niemand naar huis. Wie wil er kiezen? Soendos. Laat de kaarten liggen en wijs er twee aan. Ik moest twee kaartjes kiezen. Oké. En uiteindelijk bleken die vier kaarten die overgebleven waren... dat was de combinatie van vier kleuren voor het spel. Met deze kaarten gaan we het doen. Anna, jij hebt de kleur blauw.
Pepijn wit. Art oranje. Patrick geel. Karin groen. En Soendos roze. Iedereen was gekoppeld aan een kleur en daar was een code van gemaakt van 4 kleuren. En wij moesten die code kraken. Daarvoor kregen we allemaal handdoeken en die moesten toen uitleggen over het strand. Oké. Okay. Jullie gaan even voorstaan. Ja. Als we die opdracht goed zouden doen, dan zouden we kunnen winnen dat minder mensen hun scherm kunnen zien. Dus hoe sneller wij de opdracht volmaakt hadden, hoe minder scherm we konden zien. We zijn in de gang gegaan met allemaal kleuren en handdoeken en neerleggen. En gewoon eigenlijk, we zijn willekeurig begonnen. Dus we hebben Soendos, Anna, Art en Pepijn. Dat is onze eerste poging. Dit wordt hem. Dit is de eerste poging? Ja. Ja. Twee kleuren goed, maar op de verkeerde plek. Oké. Okay. Twee kleuren goed, op de verkeerde plek. Oké. Okay. Ja. Nou, twee eruit. En gelukkig hadden we er meteen twee goed. Tenminste, twee kleuren goed, niet de plekken. Dus we gaan met blauw en roze verder. Ja, maar die gaan we ook verplaatsen. We kunnen die bijvoorbeeld op die eerste twee plekken doen, maar we kunnen ze ook omdraaien. Nee, schuif ze gewoon allemaal één plekje op, dus dat ze in het midden komen staan. Ja. Dus waar moet ik naartoe, Anna? Roze en blauw. Naar jou. Ja. Doorschuiven. Ja. Oh nee, dat maakt niet uit. Dank. Dus Patrick gewoon daar dan? Nee, ga je ook. We hebben er twee opgeschoven. We doen Karin, Patrick, Soendos, Anna. Ja. Ja. Ja? Patrick, Soendos, Anna. Tweede poging. Als deze goed is, dan zien jullie maar één scherm. Als deze fout is, zien jullie twee schermen. Als we twee beurten nodig hadden, twee schermen. Vier beurten nodig, drie schermen. Zes beurten nodig, vier schermen. Acht, vijf schermen, 10 beurten. Iedereen krijgt zijn scherm te zien. En deze is fout. Twee kleuren goed, maar op de verkeerde plek. Twee kleuren goed, maar op de verkeerde plek. We hadden die moeten laten liggen, die kleuren. Goed, maar op de verkeerde plek. Moeten we dan even, testen. Dan doen we diezelfde kleur, alleen zetten we die allebei op een andere plek. Dan kunnen we die elimineren al. Kijk, we hebben natuurlijk de kans dat nu twee nieuwe kleuren zijn. Dus dat die eerste twee die we weg hebben gehaald, dat die dat kan goede waren. Ja. Eigenlijk moeten wij vieren nu. Wij vieren moeten. Dan moeten jullie even nadenken over de plek. Nee, maar jullie kunnen nooit meer in combinatie met hun. Jawel, want er waren er... Want er zijn twee. Ja, dat is waar. Ja. Hoe goed ik het vorige spel begreep, zo slecht begrijp ik dit spel. Dit is gewoon niet voor mij weggelegd. Dus vooral Anna nam daarin de leiding. Ja. En wat gaan we nu testen? Want dat snap ik nu niet. Kijk, uit het eerste rondje weet je dat er dus twee goed waren en nu weer. Ja. Maar dat kunnen niet, kunnen het niet allemaal zijn. Nee. Maar het kan zijn de combinatie uit het eerste duootje en het derde duootje. Oké, okay, dus dat gaan we nu even... We gaan nu even uitsluiten, zeg maar. Ik weet het echt niet. Even kijken. Ja, ze staan allemaal Op een andere plek. Ja, probeer dit maar. Dit is allemaal nieuw, dus het zou iets goeds op kunnen leveren. Ja. Dit is hem. Jullie derde poging. Vier kleuren goed. Twee op de goede positie. Vier goed, twee op de goede plek. Oké. Okay. Echt waar? Okay. Alle kleuren goed? Ja. Okay. Maar een handdoek. En toen hadden we opeens twee kleuren op de juiste plek. En toen dachten we, nou, we gaan er nog eentje uitproberen om te kijken of dat dan omgewisseld, wat dat dan oplevert. Laten we die kant op lopen, dan kan je het beter zien. Ja, fijn. Iedereen heeft er belang bij om zo min mogelijk schermen te zien bij die executie. Want hoe minder schermen, hoe minder kans op een rood scherm. En hoe meer kans dat we allemaal doorgaan. Patrick, die kant op. Ja. En daarna Pepijn. Art, dan... Art, weg daar. Precies. Zo ja. Patrick, Pepijn. Ja, aan de buitenkant. Ik kan blijven staan. Ja, nu is dus alles anders, dus nu weet je... Oké. Okay. Ja. Dit is jullie keus. Als hij goed is, dan zien we maar twee schermen. Het is fout. De kleuren zijn goed, maar er staat er maar één op de goede positie. Oké, de kleuren goed uiteraard en één op de goede positie. Pepijn, Art. Volgens mij Patrick, moet ik... Karin. Ja, Pepijn, Art, Patrick, Karin. Nee, volgens mij moeten dan Karin en Art om. Ja, ik moet aan de buitenkant volgens mij. Ja. Dus Pepijn, Art aan de buitenkant. Want jij bent nu goed, want daar heb jij nog nooit gelegen. Ja. Dus Pepijn, Pepijn, Karin, Patrick, Art. Ja, oké. Toch niet? En toen was het dus... Pepijn, Karin, Patrick en Art. Dit is jullie combinatie? Dat kan niet zijn. Moet wel. Als deze goed is, zien we dus drie schermen. De kleuren zijn goed. De posities zijn ook goed. Ze zijn allemaal goed! Hoe kan dat nou? Omdat we binnen vijf beurten de goede code hadden gekraakt... hoeven we nu nog maar drie schermen te zien.
Dus drie mensen hoeven geen scherm te zien en die gaan dus sowieso door. Maar nu moeten we gaan bepalen welke schermen. Ja, hoe gaan we dat doen, jongens? Kijk, er is niemand die als eerste wil. Zullen we gewoon een bak met briefjes doen en daaruit trekken? Ja. Ik wil wel als eerste. Ja? Ben je dat? Wil je een scherm? Als iemand zich aanbiedt. Durf je het aan? Ik durf het aan. Nee, je moet goed beseffen, het hoeft niet. Als hij het scherm wil zien, dan weet hij zeker dat hij een goed scherm heeft. Ik vind het heel verdacht. Ik wil liever mijn scherm zien, laat ik het zo zeggen. Oké, dan weet je of je goed zit. Ja. Ja, de anderen waren eigenlijk vrij verbaasd over het feit dat ik mezelf opofferde. Patrick legde dit meteen uit als dat ik wel eens de mol zou kunnen zijn. Ik laat hem in het midden. Oké, zullen wij dan loodjes trekken voor twee mensen van deze vijf? Ja, ik snap het. Doe het toch maar mee. Iedereen even controleren dat er vijf... We kijken straks wel of de goede naam op de rol staat. 3, 4, 5. Dus toen zijn we gaan loten. Ik heb ook nog de loodjes getrokken. En hoe zuur kan soms het lot zijn? Dat ben ik. Oh! Okay. Ik heb als eerst mijn eigen naam getrokken. En de derde is... Ik win eigenlijk nooit met loten. En ook vandaag niet. Ik verlies altijd met loodjes. Dus Pepijn, Soenos en Karin, die gaan een scherm te zien krijgen. En als een van de schermen rood is, gaan ze naar huis. Good luck. Ik ben dus nu gewoon door naar de volgende aflevering. Ik heb me niet gerealiseerd. Ik ben gewoon door. Met het spel op het strand hebben jullie de schade weten te beperken. Ik ga maar 3 schermen laten zien. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat 1 van die 3 schermen rood is. Pepijn, jij wilde per se je scherm zien. Je deed niet mee aan de loting. Je wil hem zien. Dan kun je hem krijgen. Ja, ik weet niet of dat een handige keuze is. Je kan ook een test per ongeluk goed maken, terwijl je misschien niet helemaal op de juiste persoon zit. Maar nu kun je dan bevestigd worden in je tunnel. Het heeft ook een nadeel als je je scherm niet ziet, want dan weet je ook niet of je op de goede persoon zat. Dus heldhaftig, ja. Maar het kan ook een molle actie zijn en het kan ook gewoon brani zijn. Lekker het web. Lekker. Nog 2 schermen te gaan. Soendos. Pure stress. Ja! Yes! Fijn! Oh, wat leuk! Ja! Leuk. Echt te gek. Gelukkig. Echt te gek. Gefeliciteerd. Dank je wel. Er gaat niemand naar huis. Nu ben ik na deze executie niet wijzer geworden. Want de 3 mensen die een scherm te zien hebben gekregen, kregen alle 3 een groen scherm. Daaruit zou je kunnen concluderen dat 1 van ons 3 die geen scherm te zien hebben gekregen, een rood scherm zouden krijgen. We hebben het weer gered. Zat hij dus bij ons? Het rode scherm zat vermoedelijk bij de andere 3. Maar dat zullen we nooit weten, want we zijn allemaal door. Dus nog steeds met z'n 6. Nog steeds 5 concurrenten. 4 concurrenten en een mol. Oh ja. Jezus. De
Dit is geen kist, dit is gewoon een kast. Maar we moeten toch niet echt naar boven, hè? 3, 2, 1. Juist. Pas op, er zijn ook bommen. Bommen. Patrick? Doen. Kunnen we hem zien?